Stichting Stoomgroep De Goffert heeft 1000 meter aan spoorrails gekocht voor de terugkeer van het Goffert-treintje in het Nijmeegse Goffertpark. Voor een symbolische prijs van 1 euro zijn de rails overgenomen van speeltuin De Leemkuil. Omdat de stichting zelf geen opslagruimte heeft, hebben postbedrijf Cycloon en werkbedrijf Rijk van Nijmegen vrijwillig ruimte vrijgemaakt voor de railstukken. Met de aankoop van de rails is de terugkeer van het Goffert-treintje een stap dichterbij gekomen. Alleen de spoorbreedte van de stukken wijkt nog af. En daardoor zal de stichting nog met een aantal slijp- en laswerkzaamheden aan de slag moeten. Het terughalen van het treintje zelf wordt de volgende stap van Stoomgroep De Goffert.